Maar buitengewoon, ja dan maken we kunst. We brengen je wat moois voor slechts een kleine gunst. Steekjes los, maar verre weg van de biel. Mensen in alle soorten, maar slechts een simpele ziel. Buitengewoon, buitengewoon. Kunst maken is als een droom. Vind je het ook zo fijn, val lekker mee op mijn rij. Yo, yo. In Atelier Buitengewoon genoten de bezoekers van het Cultuurcafé afgelopen zaterdag nog even na van de zomer. Het atelier biedt creatieve dagbesteding en de producten die daar gemaakt zijn, werden verkocht op de Handmade Market. Ja, Marita, maandag wordt weer van te beginnen. Ja, hier weer. Wij spraken met Jordi. Hij volgt dagbesteding bij het atelier. Ja, ik vind het altijd gezellig, Cultuurcafé. Ik draai ook regelmatig daar achtergrondmuziekjes voor. Maar zaterdag stond er een rap op het programma. Ik had al een aantal teksten had ik geschreven van vroeger. En die heb ik een keer opgenomen in een studio. En die heb ik laten horen op atelier. En toen waren ze daar te spreken over. En toen hebben ze mij benaderd of ik dat een keer live wou doen. En soms wat gezeik over het algemeen blij. En ieder mag zijn zoals hij is. Dus voel je vrij. We spraken ook met René. Hij doet mee aan de theaterschets Trump en de Zeven Geitjes. Ik speel een Zeven Geitje. Hij is elke donderdag te vinden bij Atelier Buitengewoon. Ik maak de meeste dieren schilderijen. Dat vind ik het leukste. En vandaag doe ik met een toneelstukje mee. Ik ben de wolf. Ik ben de moeder van die geitjes. Ik ben de aantrekkelijkste wolf. Ik ben de aller aantrekkelijkste. 1, 2, 3, 4. Waar is God die geit? Waar is jij God die geit? Waar is vrolijkheid? Nee, jij bent de zottigheid. Zottigheid. Van rap en reggae tot djembe, het was echt een muzikaal feest in het atelier.